Welkom bij Veradé. Yoga flow rekken en strekken. Kom in de handen knieën stand. Krol de tenen om en duw je af in de neerwaartse hond. Til je linkerbeen op en kruis over het andere been. Til op, kruis over en tap achter. Kruis over en tap achter. Kruis over en tap achter. En hou vast, kruis je been over, duw je heel in de vloer. Achterkant van het been rekken. Blijf rustig doorademen. Laat los, kom in de neerwaartse hond en til het andere been op en kruis over. Hef en kruis over. Hef, kruis over en hef en tap achter. Kruis over en tap achter. Hou vast. Kruis je been over, duw je hiel in de vloer. En blijf rustig ademen. Laat los, kom in knie zit. Rekken van de schouders. En de armen. Til de armen zijwaarts omhoog over het hoofd. Buig een elleboog. En neem deze met de andere hand vast. Duw de elleboog naar achteren. Recht naar achteren. Rekken van je bovenarmspieren, de triceps. Wissel van arm. En laat los. Breng de handen achter de rug bijeen. Beweeg de handen naar je linkerzijde. Kantel het hoofd naar links. Oor naar schouder. Wissel van kant. Breng de handen naar je rechterzijde van je romp. Kantel je hoofd naar rechts. Voel de rek in je nek, je schouder. Laat los. Verder rekken, het koeiengezicht in knie zit. Strek je linkerarm omhoog en je rechterarm omlaag. Buig de ellebogen achter de rug en haak de handen in elkaar of houd een riem vast. Duw je ellebogen verder naar achteren en blijf rustig doorademen. Ademen,
wissel. Andere arm gebogen over het hoofd. Handen tussen de schouderbladen. En duw de ellebogen verder naar achteren. Laten we verder gaan met de kikkerhouding. Voor het bekken, benen en rug. Kom in handen-knieënstand. Laat de knieën en scheenbeen langzaam van je lichaam afglijden, zolang het comfortabel aanvoelt. Openen van de heupen. Beweeg je voeten bijeen, zodat de dikke tenen elkaar raken en duw het zitvlak naar de hielen. Verder strekken. Leun op de voorarmen en open de onderbenen in de kikkerhouding. Blijf rustig ademen. Breng de grote tenen terug naar elkaar toe. Til je bovenlichaam omhoog en concentreer je op je ademhaling voor de opwaartse kikker. Inademen, til de armen omhoog. Buig de ellebogen. Breng de handruggen tegen elkaar. Laat je handen tussen je schouderbladen zakken, terwijl je ellebogen omhoog wijzen. Sluit je ogen en ontspan. Laat los en beweeg het bovenlichaam naar voren. Leun op de voorarmen en opent de onderbenen in de kikkerhouding.
openen van de heupen. Kom naar het midden voor de halve spreidzit. Strek je linkerbeen zijwaarts, rechtervoet aan de binnenkant van je linkerdij. Ademen. Buig voorover. Steun op je handen voor beginners. Anderen op de ellebogen. Halve zittende vooroverbuiging. Goed voor het openen van de heupen. Ademen. Verder strekken. Duw je bovenlichaam omhoog, til je heupen op en schuif je rechterbeen onderdoor naar achteren. Buig naar voren. Steun op je handen voor beginners. Andere op de ellebogen. Halve zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Ademen. Laat los. Draai je romp naar het gestrekte been voor de halve spagaat met een achterwaarts gebogen been. Steun op je handen voor beginners, andere op de voorarmen. Hier ook. Blijf rustig ademen. Adem in, rek op. Adem uit, buig dieper naar voren. Duw jezelf omhoog. Kom in de vlinderhouding, voetzolen tegen elkaar. Beweeg je rechtervoet naar je linkerdij en trek je linkerknie op naar je borst. Houd met beide handen de heel vast. Tenen naar de scheen. Inademen. Rek op. Uitademen, strek het gebogen been en kijk naar je tenen. Een variant van de reigerhouding. Houd de rug en nek recht en rek je op, maak je lang, maak je groot. Blik naar je voet gericht. Een wissel van been.
Trek je knie naar je borst. Houd met beide handen je heel vast. Tenen optrekken, voet flex. Inademen. Rek op. Strek het been en kijk naar je tenen tijdens een uitademing. Rug oprekken van stuit tot aan je kruin. Hamstring en kuit rekken. Openen van je heupen. Laten we van hieruit naar de halve zittende vooroverbuiging gaan. Strek je rechterbeen zijwaarts, linkervoet aan de binnenkant van je rechterdij. Ademen en oprekken. Buig voorover tijdens een uitademing. Steun op je handen of op je ellebogen. Hier ook. Blijf doorademen. Voel de rek in je benen en in je onderrug. Duw je bovenlichaam omhoog. Til je heupen op. En schuif je gebogen been onderdoor naar achteren. Buig naar voren. Steun op je handen of op je ellebogen. Halve zittende vooroverbuiging met gevouwen been. Houd de rug recht, zodat je niet te veel druk uitoefent op de onderrug. Oprekken. Laat los. Draai je romp naar het gestrekte been voor de halve spagaat met een achterwaarts gebogen been. Steun op je handen of op je voorarmen. Rek op. Hoofd in het verlengde van je wervelkolom. Inademen, rek op, uitademen, buig verder voorover.
Duw jezelf omhoog en kom in de vlinderhouding, voetzolen tegen elkaar. En rek op. Beweeg je benen op en neer, vlinderen. En schuif je voeten iets verder voor je uit, zodat je een ruit vormt met je benen. Leg je handen om je voeten en buig voorover op een uitademing, voorhoofd op de duimen, de sterhouding. Knieën, ellebogen en ronde bovenrug vormen de ster. Blijf rustig doorademen en geniet in stilte van deze houding. Ademen. Kom naar het midden, duw je lichaam omhoog en kom in kruiszit. Laten we gaan eindigen. Adem diep in. En langzaam uit. Hoofdrol. Maak een grote cirkelbeweging met je hoofd. En wissel van richting. Rugdraai. Draai je romp naar de rechterkant. En wissel van kant. Draai je romp naar de linkerkant. Rugdraai naar de rechterkant en naar de linkerkant. Zo, dit was het voor vandaag. Tot de volgende dag.